mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten, deel 17, toch? 17! 17! En vandaag, op jullie verzoek, gaan wij rijden zonder koppeling. Althans, zonder het koppelingspedaal te gebruiken. En dat kan nog wel eens heel erg van pas komen, want het kan best gebeuren dat je aan het rijden bent en in één keer ontkoppelt je koppeling niet meer. En dat kan gebeuren als bijvoorbeeld de kabel is gebroken of als het een hydraulische koppeling is, als er te weinig vloeistof in zit. Hè? We gaan het testen! Rijden zonder het koppelingspedaal te gebruiken. Nou ja, om weg te rijden heb je eigenlijk al meteen je koppeling nodig natuurlijk, dus daar hebben we eigenlijk al een probleem. Maar dat is niet zo'n moeilijk probleem. We gaan hem gewoon in de eerste versnelling zetten. Kijk, je ziet het. Ik gebruik niet mijn linkervoet. Nou, dan gaan we hem gewoon starten. En dan gaan we meteen vertrekken. Hoppa. Hoppatee. En rijden. Nou, nou is het even zoeken. Hoppatee. Zo. Kijk, het is eigenlijk heel makkelijk. Ik trek gewoon op. Op tweede snelling. Laat ik de gas los. Zet ik hem vrij. Drie. Hop. Niks aan de hand, zie je wel. Maar dan, hè, als je wil stoppen. Je moet opeens stoppen, want er is een stoplicht. Trek hem in zijn vrij. Remmen. Zo. En we staan stil. Maar dan nu, hè. Ja. Eerste versnelling. Ratseflats. Het geheim met schakelen zonder te koppelen. Zei ik, ja, je moet zorgen dat je gewoon, je trekt gewoon door, hoge toerental en dan laat je het gas los. Kijk, tjoep, zakt de toerental en dan kun je hem op een gegeven moment zo in versnelling trekken. Af en toe dan voel je dat hij niet echt goed in wil schakelen en dan kan je net een beetje met de gas spelen en dan klik, dan schiet je zo in. En als je het met een beetje gevoel doet, kun je gewoon schakelen zonder tanden te poetsen. Dus het kan zonder geweld hoor. Oké, ja, laten we een stukje zandbaan doen. Altijd mooi natuurlijk. Hoppatee. Ja, voor het schakelen zonder te koppelen is het belangrijk dat je het toerental in de gaten houdt. De toerentallen moet juist precies kloppen met je versnelling. Maar let maar op. Eerste versnelling. En ik trek nou ongeveer op. Kijk. Voor onze 4000 toeren. Nou trek ik hem vrij. En dan bij ongeveer 2500 toeren zie je. Kan ik gewoon schakelen. Met het opschakelen dat is natuurlijk makkelijk, want op het moment dat je de auto in zijn vrij trekt en je laat de gas los, dan zakt de toerental natuurlijk vanzelf. Maar terugschakelen is net even een ander verhaal, want dan moet de motor dus omhoog in toerental. Dus let op, wat ik nou doe, ik zit ongeveer bij de 2500 toeren weer. Ik trek hem naar zijn vrij. En nu, nou ga ik eerst een beetje gas geven. Kijk, en nou klik, hoppatee, en dan schakelen we zo in. Hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja, zojuist hebben we verteld dat het belangrijk is om het toerental van de motor in de gaten te houden. Maar wat als je dat nou niet doet? Hoe gaat het dan? Oké, ik hou gewoon gas vast en we gaan... Hop. Het gaat ook wel. Het duurt alleen minder lang met je versnellingsbak, denk ik. Nou, heel snel schakelen werkt hier ook wel bij. Oh ja, en dan stoppen zonder hem uit te zetten. Dat kan natuurlijk ook, hè? Zo. Dit is veel makkelijker. Ja, joh. Okay. Hij staat gelijk stil. Ik en zet... uit. En uit. Zo kom ik altijd overal aan. Oké, we gaan weer rijden. Even kijken, hoor. Dat vindt hij minder leuk. Schakelen zonder te koppelen. De versnellingsbak. Hè? Wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal in die versnellingsbak? Nou, om dat uit te leggen heb ik hier een opengewerkte versnellingsbak. En je ziet het, een heleboel tandwielen.
En dat zijn eigenlijk allemaal verschillende tandwielparen. En door die afzonderlijk van elkaar in te schakelen, kun je dus verschillende verhoudingen creëren. Nou, je hebt hieronder de ingaande as, hier zit de motor. Hierboven heb je de uitgaande as. Aan dit tandwiel, daar zitten de wielen. Nou, hij staat nu in zijn vrij. En dan krijg je dus dit. De motor draait, de koppeling is niet ingetrapt. En de wielen staan stil. En je ziet dat deze twee onderdelen ook stilstaan. En dat zijn schakelmoffen. Normaal gesproken, als je gaat schakelen, dan trap je dus de koppeling in. En wat er dan eigenlijk gebeurt, dan wordt de motor, je wordt ontkoppeld van de versnellingsbak. Dus, trap de koppeling in, deze wordt afgekoppeld. En dan wordt... Ik pak deze, die doet het beter. Zo. Dan wordt deze as gekoppeld aan dit tandwiel. Nou gaat de kracht van de motor gaat hier door deze as, via deze tandwielen, hier naar de wielen van de auto. Hoe zit dat dan met die schakelmoffen? Hier heb ik dus een schakelmof. Nou, we hebben hier de belangrijke onderdelen. Dit is de schakelmof met daarin het hart wat vast zit op de as. Hier hebben we een synchromeshring, die zit daar zo in. En dan hebben we hier het stuk van het tandwiel. Kijk, die draaien, normaal draaien die zo los rond. En je ziet deze onderdelen, hier zitten tandjes op. En hier in deze ring, hè, daar zitten ook tandjes aan de binnenkant. En die tandjes die vallen hier overheen. Nou, je kunt je voorstellen dat als die tandjes mooi recht tegenover elkaar zitten, dan schakelt dat heel mooi in elkaar. Nou, daarvoor moeten ze allebei hetzelfde toerental draaien. En dat is natuurlijk niet zo vaak. Hè? Die kans is klein dat dat zo is. Nou, dan ratelen die tandjes langs elkaar. En dat is wat je dan kan horen als je dus zonder koppelen gaat schakelen. Om die toerentallen op elkaar af te stemmen, zeg maar, zit hier een ring tussen, een synchromeshring. Maar wat is nou eigenlijk die synchromeshring? Nou, daarvoor heb ik hier de synchromesh en het deel van het tandwiel. En je ziet het, deze... Kijk, hij draait, nou draait hij los rond eigenlijk. Als die synchromeshring opzij wordt gedrukt, dan krijgt hij eigenlijk een wrijving met dit onderdeel. En die frictie, die heb je dus nodig om te zorgen dat deze as, de ingaande as, het juiste toerental gaat draaien met de uitgaande as. Op dat moment, dan kun je dus schakelen. Dan gaat deze as gaat een ander toerental draaien. Je laat de koppeling opkomen. Ja, en de motor past het toerental aan dat van de wielen, hè, van de uitgaande as eigenlijk. Maar als je nou zonder koppeling gaat schakelen, dan is die synchromeshring, die wrijving daarvan, is eigenlijk niet meer voldoende om heel die motor af te remmen naar het juiste toerental zodat je kan schakelen. Ja, en dan sta je eigenlijk aan de bestuurder om het juiste toerental even in te schatten wat bij die versnelling hoort. Dus op het moment dat jij opschakelt is het heel makkelijk, want je trekt op, laat de gas los, trekt tenminste vrij, de motor gaat, die zakt eigenlijk in toerental en dan schakel je gewoon op. Nou, met terugschakelen, dan is het eventjes nadenken. Want dan moet die motor toerental, dan moet omhoog. Dus op het moment dat je hem dan vrij trekt, dan moet je even gas geven. En toerental klimt. Schakel je in. Nou, kind kan de was doen. Zo. Rijden zonder te koppelen. Nou, het kan dus. Maar ja, erg handig is het nou ook weer niet. Dus het is gewoon beter om wel te koppelen. Heb jij nou nog een goed idee voor een nutteloos experiment? Zet het even hieronder in de comments. En vergeet ook niet om even te abonneren. Hè? Het is gratis en dan blijf je op de hoogte van al onze video's. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.